Nou Rob, bij deze, ik moet je een geheimje vertellen. Want wij hebben dus een date voor jou geregeld. Kom maar mee. XITE zoekt vlogger. In het voorjaar startte XITE en H&M de zoektocht op Instagram naar nieuw vlogtalent. De inzendingen met de meeste stemmen gingen door naar de volgende ronde. Het maken van een vlog voor YouTube. De video's werden beoordeeld door de squadleaders, die ieder 4 finalisten kozen voor hun squad. Op kantoor bij XITE ontvingen ze het goede nieuws en werden door H&M gesteld voor de grote vuurproef. Het maken van een festivalreport. Dit is de finale van XITE zoekt vlogger. Yeah, she's not passing down an old romantic doing favors. Don't look good on paper. But when she looks behind these eyes, girl, I can see the sign. And baby, I love her. Yeah, she's not... Wij zijn hier vandaag op Zomerfruit Festival en H&M en XITE zijn op zoek naar nieuw vlogtalent. Ik en mijn squad zijn hier vandaag om een heel vet festivalreport voor ze te gaan maken. En we zien er goed uit, we hebben hele vette H&M outfitjes aan, we hebben mooi weer, we zijn er klaar voor. Dus ik zou zeggen, let's go! Nou meiden, bij deze overhandig ik jullie de vlogcamera's. Dus hier hebben jullie er 1. En jullie ook. En ik zou zeggen, succes! Oh, daar zitten we dan. Evie en ik gaan straks Gerson Main interviewen. En we hebben er zin in, of niet? Ik heb er heel veel zin in. We gaan niet alleen interviewen, maar we gaan hem ook toezingen. We staan hier op Zomerfruit en ik heb de eer om Gerson Main te interviewen. Gerson, hoe gaat het? Het gaat goed en ik heb er heel veel zin in. Het weer is lekker, er kan niks misgaan denk ik. Wat zijn nou typische dingen die jij nodig hebt om een perfect optreden te maken? Leuke mensen, leuke vrouwen, goed geluid en leuke vrouwen. Gewoon leuke mensen en leuke vrouwen. We zijn natuurlijk op Zomerfruit, dus we moeten een klein beetje in het thema blijven. Wat voor fruit identificeer jij je het meest mee en waarom? Ik vind mango's heel lekker. En grapefruit ook. Wat voor fruit identificeer jij je mee dan? Ik denk perzik. En heb je ook van die perzikbilletjes? Misschien. Oh ja, oké, nice. Wij hebben ook een optreden voor jou met een zelfgeschreven liedje. Dus ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Koning van de camping, ja gekleed in bont. Vandaag fris en fruitig, nooit gevallen op zijn mond. Op festivals rocken, ja dat doe jij zo. Dus gooi die beats en voel die flow. Via tv kreeg jij jouw faam. Niemand houdt je tegen en zie je nu gaan. We vinden het top om hier te zijn. Dus stem op ons, want dat vinden we fijn. Nou, dat was hem. Uitbrengen die hoofd. I'm so in capture. Got me wrapped up in your touch. Gekregen om fruitstukken uit te beelden en andere mensen moeten gaan raden wat wij zijn. Ze hebben de eerste goed, het was namelijk een aardbei. Banaan. Granaatappel. Oké, we gaan naar de laatste. Oké. Deze is trouwens wel heel makkelijk. Ga hem nou makkelijk maken ook dan? Nee. Kersen. Veld en we gaan zo'n interview houden met Rob van Girls Love DJ's. En naast het interview moeten wij natuurlijk ook weer een challenge uitvoeren. Namelijk een date regelen met Rob van Girls Love DJ's. Annelie gaat deze date regelen. Annelie, heb je er zin in? Yes, ik heb er heel veel zin in. Ik heb het goed voorbereid. Dus hopelijk vindt Rob het ook hartstikke leuk. Nou, we staan hier met Rob van Girls Love DJ's. Hoe bereid jij je voor op zo'n optreden? Zo. Aan DJ's zijn heeft natuurlijk veel voordelen. En een van die voordelen zijn natuurlijk vrouwen. Hoe zit dat bij jou? Zie jij dat ook zo? Het is wel aanwezig, ja. Ik zie het niet als een voordeel. Nee, eerder als een nadeel. Oh, een nadeel? Hoezo? Een nadeel? Ja, vrouwen, hè. Kom zie, kom sa. En dan ben ik dan benieuwd, want hoe ziet jouw favoriete date eruit? Ik kom je ophalen op een wit paard. Gaan we heel veel van die edamame boontjes eten en heel veel sashimi. Okay. Dan gaan we naar Artis, gaan we naar apen kijken en dan Netflix en chill natuurlijk. Klinkt als een leuke date. Nou Rob, bij deze, ik moet je een geheimje vertellen. Want wij hebben dus een date voor jou geregeld. Kom maar mee. Ja, is dit er? Ja. Ik heb een rode roos voor je meegenomen. Heb je wel eens een rode roos gehad van een meisje? Ja, dit is echt wel de eerste keer. Je hebt de primeur hoor, absoluut. Yes! Nooit meer een mens aanraken of nooit meer technologie? Nooit meer technologie. Liever doof zijn of blind? Blind. Een massage geven of een massage krijgen? Krijgen. Trouwen met een verschrikkelijke bitch? Of heel erg arm zijn en de ware liefde ontmoeten? Ja, heel erg arm met de ware liefde, uiteraard. Super, dat is een goed antwoord. Of onze squat promoten, of deze roze beanie straks opdoen tijdens het draaien. Ha! Ja, dan ga ik jullie promoten, absoluut. Ja? Ja. Oké, yes. Hartstikke bedankt. Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up. Show it what you want, show it what you need. My next run game. Nou, we staan hier dus op het Zomerfruit Festival. En zoals jullie weten moeten we dus opdrachten uitvoeren. Ik vind dat we nu een van de leukste opdrachten gaan uitvoeren. Namelijk, wij moeten 4 knappe, maar verschillende mannen gaan uitzoeken. En daar moeten we mee op de foto. Nou, wordt het een makkie of niet, Romy? We kunnen dit sowieso. Dag, mooi man. Mag ik met jou op de foto? Sorry, I'm English. Oh, well, I don't mind. Can I make a picture with you? We have a challenge and we need to make a group picture with very handsome men. So, can you be my handsome man for this picture? Sure thing. Zou jij een van de mannen willen zijn waar ik mee op de foto moet gaan? Ja, zeker. Ja, ga je mee? Ja. Oké, hij gaat mee, jongens. Nou ja, dus zou je met mij even willen meelopen alleen daarin en dan een fotootje maken? Ja, tuurlijk. Jullie moeten met ons allemaal de foto, kom! Ja! Ja, kom! I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. We gaan nu een wedstrijdje banaan eten doen. Dus wie het snelst hem op heeft, die wint. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Oké, 3, 2, 1... En de winnaar is Romy! Mannen versieren, dat kunnen wij wel. Annelie, Eefje, Valerie en ik. Ga het gewoon doen. We gaan ze helemaal inpakken en niet alleen met onze charmes, maar ook met al deze toffe attributen. Mag ik jou versieren? Ja, maar op zich mag dat eigenlijk wel hoor. Dat vind ik wel leuk. Oh, daar kunnen we wel wat mee. Aan blijven natuurlijk. Ah. Ja, tuurlijk. Ik ben nog nooit zo goed bestuurd. Oké, dat willen we horen. uiterste best gedaan. Wij gaan nog even verder feesten. En hopelijk zien jullie ons terug, shinend, op elk festival deze zomer. XITE zoekt vlogger is powered by H&M. Is dit jouw favoriete festivalvlog? Like dan deze video. De squad met de meeste likes op 22 juli om 12 uur wint XITE zoekt vlogger. En gaat de hele zomer naar de heetste festivals.